In deze video ga ik de studie Creative Business op de HVA uitgebreid met jullie bespreken. Momenteel ga ik naar het derde jaar van deze studie. En ik dacht het blij me leuk om alles over mijn studie uitgebreid te vertellen aan jullie. Deze video is interessant voor iedereen die deze studie net begonnen is. Of voor alle mensen die aan het oriënteren zijn wat ze straks willen doen. En meer willen weten over deze studie. Voor we gaan beginnen zou ik zeggen, volg me even op social media. Alle linkjes daarvan staan beneden in de beschrijving. Dat is Instagram en TikTok. En abonneer natuurlijk ook even op mijn kanaal, want ik ben van plan... Om ook meer te gaan vloggen over mijn studie, dat ik jullie meeneem en meer erover vertel. Als eerste wil ik jullie even bespreken hoe een jaar eruit ziet op het HBL ongeveer. En ik denk dat dit bij alle studies geldt. Eén studiejaar bestaat namelijk uit twee semesters: dat is van september tot januari en van februari tot juni, juli, tot de zomervakantie. En dan heb je zomervakantie en dan heb je het volgende studiejaar. Daarnaast heb je in één jaar ook vier blokken. En dan kan je ook bekijken: in één semester zitten twee blokken. En in heel het jaar zitten dus vier blokken. En het volgende verschilt bij elke studie. Um, in mijn eerste jaar had ik namelijk sprints, en elke sprint duurde vier weken, en daar volgde ik twee vakken in. Maar zo zag mijn jaar op de HVA bij de studie Creative Business eruit. En zulke sprints hadden voor en nadelen. De voordelen is dat je elke keer twee vakken hebt. Dus je maakt twee vakken waar je les van hebt en waar je op moet focussen en waar je van je dingen moet inleveren of een tentamen moet maken. Het nadeel is weer dat het heel snel gaat. Eén vak duurt vier weken. Nou, dat is echt super kort. Vier weken, dan sluit je het af en dan is het klaar. Dus vergeleken met bijvoorbeeld met middelbare school is dat echt een heel groot verschil. En daar moest ik ook best wel aan wennen. Dat je gewoon één vak hebt, vier weken, klaar en volgende. En dat betekent ook dat het eerste jaar dat je heel veel verschillende vakken hebt. Even een disclaimer tussendoor: ik vertel nu alles hoe het bij mij gegaan is. En nogmaals, elke studie verandert, ook op het HVA. Verschillende studies, hoe dingen gaan, de regels en de indeling, alles verschilt. En het kan ook zo zijn dat het HVA de dingen verandert elk jaar. Dat het eerste jaar is het net weer anders is dan mijn eerste jaar. Maar ik vertel gewoon even de informatie die ik nu heb en hoe dingen bij mij werkten. En ik denk dat het ongeveer nog hetzelfde gaat. Over het blok, dus over de twee sprints, lag ook nog een ja, overdekkend project. En een project doe je altijd samen met een groepje. Uh, dus in de klas had je verschillende groepjes en daarmee doe je een project. En het project gaat meestal over dingen die je geleerd hebt in de vakken die je he momenteel hebt. Ik heb voor jullie even op een rijtje gezegd welke vakken ik kreeg in mijn eerste jaar. Ik heb hier mijn laptop en ik ga kort even door het lijstje heen welke vakken en ik laat weten uh, wat voor vormen, of een tentamen, een portfolio. Als eerste had ik het vak media Maatschappij. en in mijn eerste jaar kwam die drie keer terug. Dus je moet het zo zien, het is één vak, maar je hebt soort van drie verschillende delen, en dat zijn allemaal tentamens. Daarna had ik het vak onderzoek, en dit wat kwam weer in drie delen. En dan bouw je dus eigenlijk op. Uh, dus eerst begin je redelijk makkelijk, en dan ga je steeds een stapje verder. En hiervan moest ik, dacht ik, ook een portfolio inleveren. Daarna had ik het vak beeld, storytelling en video, en dit was ook een portfolio. Um, later in het jaar kreeg ik nog een keer beeld, maar dat was dan vormgeving en fotografie. Ik heb een vak journalistiek gekregen en dat is eigenlijk een soort Nederlandse taaltoets. Ik heb het vak marketing gekregen, dat is een tentamen. Digitale media, dat was een portfolio. Engels voor de media, dat is ook een taaltoets. Gewoon een Engels- en Nederlands taaltoets had ik in mijn eerste jaar. Daarna had ik tekstschrijven. Dit heb ik deed ook weer twee varianten van. Um, en dat is een portfolio. Daarna had ik het vak Pitchen, Dat was ook een portfolio. En het vak ondernemerschap, dat is een tentamen. Is een redelijk pittig tentamen, dat weet ik nog wel. Dat was het laatste wat we moesten maken. En wat ik bedoel met een portfolio, dat, zijn, dat is eigenlijk een heel Word bestand. En met onderzoek moet je dat er allemaal inschrijven. Gewoon eigenlijk zo'n soort van opdrachten. En dan moet je daar allemaal netjes in, in opstellen en maken. En dat moet je inleveren. Dus het is een verschil tussen een tentamen. Daarvan moet je gewoon krijg je stof, moet je leren. En dan heb een dag, moet je je tentamen maken en dan krijg je een cijfer voor. Een portfolio is dus anders. Daar werk je de hele periode aan, dat vul je aan. Qua de projecten die ik had, um, was als eerste project beeld. Daarvan moest ik een video maken voor bijna altijd wel een opdrachtgever. In mijn jaar was het WWF. Um, daarna had ik project blog. Moest ik blogpost maken voor de Linda, voor de Linda Magazine online gebeuren. Daarna had ik digitaal concept. Daar moest ik voor een opdrachtgever uh, 3FM, volgens mij, dacht ik. Een website-design maken. En dit zijn dus projecten, zijn dus allemaal met je groep. En dan hadden we ook nog storytelling. Daar moest voor een opdrachtgever onderzoek doen. En ook een website-design maken en dat soort dingen. Dus ja, het eerste jaar was eigenlijk een beetje 50-50 qua tentamens. En dingen die je gewoon moest inleveren. En dat vond ik zelf heel erg fijn. Want dan af en toe had je dat je even moest zitten en leren. En de rest van de tijd kon je gewoon een portfolio maken. En dat is toch minder stressvol. Als je het gewoon bijhoudt, is het heel goed te doen. En daarnaast vond ik het ook heel erg leuk om dingen te maken. Want vaak in het portfolio moest je ook nog ja, uh, dingen creëren. Zoals uh, dus zo'n website design. Voor het vak Beeld, vormgeving en fotografie. Heb ik een eigen magazine gemaakt. Heel erg leuk. Moest ik dus eigen foto's maken, eigen invalshoek. En moest ik dus met een Adobe programma. Um, mijn hele maxing maken. Dus heel erg leuk was dat. Ook wel echt een uitdaging, uh, niet denken dat het, dat het makkelijk is. Um, ze vragen namelijk best wel veel van je. Je kan niet zomaar foto's maken en opplakken. Um, ik merk op het HBO dat het heel erg is. Ook van waarom? Met een invalshoek en onderzoek en dingen. Dus je kan niet zomaar, oh, een leuke foto en hup. Nee, het zit er wel veel meer achter. Maar ja, daarvoor ga je naar school natuurlijk. Dus ja, dat was eigenlijk een beetje de vakken van mijn eerste jaar. Aan het eind van het eerste jaar moest ik ook al mijn specialisatie kiezen. In het tweede jaar krijg je namelijk een specialisatie. En dan mag je zelf kiezen tussen vier opties. En ik noem even de opties op. Um, je hebt audio-visueel, digitale media, media marketing en tekstschrijven. Vier verschillende, dus iedereen kan kiezen wat hij zelf wil, wat hij zelf het leuks vindt. Ik heb audio-visueel gekozen, omdat ik zelf heel erg leuk vind met. Uh, video en editing en dat soort dingen. Straks kom ik dus ook bij jaar 2 en daar heb ik dus vakken van audiovisueel. Dus vanaf nu verschilt het uh, per student. En ik heb ook niet zoveel informatie over de andere specialisaties, aangezien ik die niet gedaan heb. Maar ik zal hier even kort informatie over de andere specialisaties zetten. Dit was dus de informatie die ik had. Um, let goed op, het kan momenteel voor jou anders zijn, maar dan hebben jullie gewoon even een beeld uh, hoe het werkt. Zo gingen we dus naar jaar 2 en ik was gelukkig over, ik heb alles gehaald. Um, in mijn eerste jaar heb ik één vak moeten herkansen. En dat is misschien ook wel handig om te vertellen. Je hebt dus elk vak, moet je of een tentamen doen of een portfolio inleveren. En je hebt altijd nog een herkansing. En die herkansing is eigenlijk altijd nog hetzelfde jaar. Dus dan moet je goed in de gaten houden, als je onvoldoende hebt, moet je dus herkansen. En wanneer je een 5.5 hebt of hoger, heb je het vak gehaald. En dan krijg je studiepunten. En dan zit alles goed. Dus of je nou een 6 of een 10 hebt, dat maakt in principe niet uit. Zolang je je studiepunten hebt gehaald, dan gaat het goed. Je moet namelijk zoveel studiepunten halen om over te gaan naar het volgende jaar. Ik heb niet precies alle informatie daarvan. Hoeveel studiepunten moet je hebben en alles? Wil je daar meer over weten? Dan moet je gewoon even naar je eigen uh, ding gaan. Mijn studie gebruikt Brightspace, daar staan ook alle vakken op. En daar kan je ook heel veel informatie vinden. Dus ik zou daar even heen gaan. En natuurlijk heb je ook een SOB'er. Um, misschien ook wel leuk om kort even tussendoor te vertellen. Dat is eigenlijk een soort van mentor. Op middelbare school had ik een mentor. En op het hbo heb je een SOB'er. Bij ons heet studie loopbaanbegeleider. En voor zulke vragen kan je ook altijd bij die persoon terecht. Terugkomend op de herkansingen. Ik had dus één vak niet gehaald, of in ieder geval een onvoldoende... En toen heb ik die kunnen herkansen. En daar was het voldoende. Dus was het helemaal top. Um, dus ja, je hebt altijd nog een herkansing. En als je het niet haalt, een vak, dan kan je het volgende jaar kan je nog weer een herkansing doen. Maar je moet opletten dat je wel zoveel studiepunten moet hebben. om door te gaan naar het volgende jaar. Anders moet je van de studie af. Dan gaan we door naar jaar 2. En dit zat weer heel anders in elkaar. Ik had hier namelijk geen sprints meer, maar ik had hier een langere periode. In het eerste jaar had ik dus twee vakken tegelijk van vier weken. Nu had ik vijf vakken tegelijk en dan duurde de periode acht weken. Dus ik had een langere periode dat ik vakken volgde, maar wel vijf. En dat was echt even omschakelen, want normaal kon ik focussen op twee vakken, wat heel fijn was, oprecht. Maar in het tweede jaar had ik dus vijf vakken. Dus dan moet je goed plannen, moet je alles goed indelen, alles goed volgen. Want het was best wel even chaos in het begin. En in het eerste blok had ik de vakken. Uh, visual storytelling. Daar heb ik een infographic uh, gemaakt. Echt heel erg leuk. Mag je ook een beetje... Vaak mag je ook een beetje je eigen ideeën bedenken. Zeg maar. Zeggen niet, oh je moet een video maken hierover. Soms geven ze wel een doelgroep en een idee. Dan geven ze bijvoorbeeld alleen een onderwerp en een invalshoek mag je zelf bedenken. En dan kan je echt alle kanten op gaan. Dus dat is echt heel erg leuk. Net als magazine en dus net als met de infographic. Dus ik vond het ook heel erg tof om te maken. Dan had ik mediapsychologie. Dat was wel pittig, dat was een tentamen. Uh, dus daar moet je echt leren. Ik had mediaethiek. En daar had ik wekelijks ja, een soort casus van. Wekelijks een soort, ja, een soort toetsje maken, wat je dan ook al inlevert. Aan ene kant ook wel chill, want dan is het elke week doe je het en daarna is het gewoon klaar. Niet nog een eindtentamen of een eindding wat je moet inleveren. Gewoon wekelijks maak je iets. Dan ja, nou hadden we recht voor de creatieve industrie. En eigenlijk is dit gewoon een vak soort rechten. Maar dan gebaseerd um, wat toepasselijk is voor ons. Dus qua foto's, video, beelden, um, muziek, audio, dat soort dingen. Wat echt een pittig examen. Uh, ik heb het gelukkig in één keer gehaald. Maar ik had hier wel het laagste cijfer van dat ik ooit gehaald heb. Naast die herkansing. Maar die herkansing die ik mijn eerste jaar was ook hoger dan mijn eindcijfer hiervoor. Dus rechten is wel echt wel pittig. En je moet hier echt goed voor leren. Het is dus heel divers zoals je merkt. En daarnaast hadden we ook nog een vak. Heet Social Media Research. En dat is ook een portfolio. En toen kwam blok 2. En dat was tijd voor stage. Um, dus best wel snel al moet je stage gaan lopen. En het is een korte stage van drie maanden. En dit mag je dus helemaal zelf kiezen waar je stage gaat lopen. En aangezien deze studie super breed is. Zoals je hoort. Kan je dus ook op heel veel plekken stage lopen? Nu was het best wel lastig om voor ons uh, een stage te vinden in deze periode, omdat het net met de lockdown en alles zat. Gelukkig heb ik een stageplek kunnen vinden bij FFV Young United. Dat is een vakbond. En daar liep ik stage op de communicatie- en marketingafdeling. Ja, dat waren echt super leuke mensen. En wat ik daar gedaan heb was ook een beetje video editen. Want ik heb ook aangegeven wat ik zelf leuk vond. Dus ja, heel erg, heel erg leuk. Ook wel goed om ervaring op te doen, maar wel pittig. Je moet namelijk 40 uur per week stage lopen voor drie maanden lang. Het is erg pittig. Dus zorg dat je echt op tijd begint. Het is een cliché, maar zorg dat je op tijd begint. Dat je weet wat je wilt. Bedenk wat, wat je wilt leren en waar je dat wilt doen. Ga gewoon op tijd op zoek. Want een leuke stageplek met leuke collega's is heel belangrijk. Maar dat is blok 1 met vijf vakken. Daarna hadden we blok 2 met stage. Daarna kwam blok 3. En hier begon mijn specialisatie. En tijdens mijn specialisatie hadden we ook nog een soort van tussenassessment. En ik ga hier niet te lang over praten. Maar op onze studie, je hebt vier jaar studeer je. En aan het einde heb je een eindassessment. En een soort van je eindbeoordeling. Die moet je halen. Anders ben je niet afgestudeerd. In je tweede jaar, op de helft van je studie ongeveer, heb je dus een tussenassessment. Dit telt niet echt mee, maar je krijgt wel een cijfer. Um, om te kijken hoe het gegaan is. Maar dan, blok 3. En dat was dus mijn specialisatie. Echt super leuk. Ik ben heel erg blij dat ik dit gedaan heb. Mijn specialisatie ligt er gewoon aan wat je interesses zijn. Waar je meer over wil leren. En ik vond dus video heel erg leuk. En in blok 3 gingen we als eerste beginnen met audio. Dat was eigenlijk een beetje ja, de hoofdzaak. En als eerst kreeg ik een vak redactie en dan journalistiek. En hier moest ik een portfolio voor um, inleveren. En hier moest je eigenlijk ideeën uitwerken voor een radio-uitzending. En denk niet te makkelijk, want je moet ook mensen interviewen, dingen uitschrijven, teksten schrijven voor wat ze gaan zeggen en al dat soort dingen. Daarna hadden we het vak creatie, audio. En dan moesten we verschillende uh, audio's opnemen. En dan wordt het bijvoorbeeld een beetje op inhoud, maar ook over de kwaliteit. Is het goed opgenomen? Je moet in een Adobe-programma dat bewerken. Ja, dus dat is ook wel heel erg leuk. Daarna hadden we crossmediaal werken, dat was ook een portfolio. Daarna hadden we AV en maatschappij. Dat was een wekelijkse toets. Dus had je, ja, wekelijks had, je, had je een toets daarvan. En dan had je het project. Want zoals ik al zei, over elk blok zit dus één uh, overdekkend project. En dit was het um, project AV en dan één. Want hier gingen wij live en radio uitzending maken. Heel erg leuk. En dus bij die andere vakken leer je dus onder andere uh, hoe je dingen voorbereidt, uh, ideeën uitwerkt voor een radiozending. Um, we hebben bij creatie audio hebben al een uitzending moeten maken om te oefenen en alles. Um, dus de vakken bereid je eigenlijk voor op het project. Dus dat is ook echt leuk. En toen blok 4, het laatste blok alweer. Daar hadden we weer redactie, maar dan commercieel. Dat was weer een portfolio en hier moest je zelf een opdrachtgever kiezen en een video-idee uitwerken. Een opdrachtgever kiezen is niet van, oh ik doe Albert Heijn en ik ga dingen opschrijven. Nee, een opdrachtgever is dat je hem zelf moet benaderen. Dat je echt in samenwerking gaat en dat je een video gaat creëren voor dat bedrijf. Ik heb het gedaan voor Kiss Plus Cosmetics en dat is toevallig het bedrijf van mijn zus. Um, maar dit is heel erg leuk, want je kan dus letterlijk elk bedrijf kiezen wat je wilt. Voor het ene vak moet je dus... Ja, een portfolio maken met contact met de opdrachtgever, alle ideeën uitwerken, alles. En voor het andere vak, dat heet creatie video, moet je daadwerkelijk het gaan filmen. Dus als je daarin leverde, was de video zelf. Dus die vakken stonden ook weer in combinatie met elkaar. Daarna had ik het vak freelance in de AV-sector. Dit was een portfolio. Uh, moet je eigenlijk ja, een eigen bedrijf bedenken en helemaal uh, in, op papier opzetten. Met een begroting en alles en kosten en weet ik veel wat. Op zich wel leerzaam, um, maar ook wel veel werk. <laughs> en daarna had ik weer AV en maatschappij met weer wekelijkse toetsen. En dan het project was AV 2, en daar moesten we een eigen talkshow maken. Blok 3 was meer audio gericht met een radio-uitzending. En blok 4 was meer video gericht met een talkshow. En op die AVA hadden ze speciaal voor onze specialisatie radio-uitzending ruimtes gemaakt. En ook voor een um, talkshow, dus een. Een televisieprogramma. Hadden ze studio's gemaakt. Echt super leuk. Um, ik zat bij de talkshow achter schermen. Dus dan moest je ook echt van beeld verwisselen en alles. En ik heb er nog beelden van. Dus als ik dat kan vinden, zal ik het even in deze video gooien. Heel erg leuk. Ik zat achter schermen. Want um, bij andere dingen zat ik meer voor de schermen. Dit dus vond ik wel leuk voor de afwisseling. Dus ja, dit was ook echt super leuk. En aan het eind van mijn tweede jaar moest ik weer de specialisatie kiezen voor jaar drie. Uh, waar ik nu heen ga. <laughs> en ik ga weer even door de opties. Je had als eerste digitale mediastrategieën, media concepting, media ondernemerschap en vertelvormen. Ik heb zelf media ondernemerschap gekozen. Want in deze specialisatie ga je een eigen bedrijf opstarten. En niet alleen op papier, maar ook echt daadwerkelijk. We gaan naar de KVK. We gaan alles doen: klanten uh, regelen. Omzet creëren en hopen om een beetje een goed bedrijfje op te starten. Ook belastingaangifte en alle zorgen die erbij komt te kijken. Maar in ieder geval, ik heb er echt heel veel zin in. Dus dan is het alweer tijd om even naar jaar drie te gaan, waar ik momenteel in zit. En zoals ik al zei, in een jaar heb je twee semesters: het eerste half jaar en het tweede half jaar. Dus ook wel blok één en twee. En blok één en twee, dat is mijn specialisatie. Dus een half jaar lang ben ik bezig met mijn media-ondernemerschap. En um, ik heb de vakken Startup 1, uh, Ondernemingskills 1 en NIBA. Ik weet nog niet wat dat inhoudt. Um, en in blok 2 heb ik dus Startup 2, Ondernemingskills 2 en die andere ook deel 2. Dus ik volg eigenlijk drie vakken. En tijdens die vakken uh, leer je alles hoe je je bedrijf op moet starten. En ondertussen moet je dus met een groepje dat allemaal gaan opzetten. Dus dit wordt waarschijnlijk wel heel zwaar. Um, qua, kost heel veel tijd, heel veel dingen doen, regelen, bedenken. Veel werk. Maar wel heel tof dat, je gewoon, dat ik gewoon mijn eigen bedrijf ga starten. <laughs> dus dat is eigenlijk het eerste semester, blok 1 en 2. En dan blok 3 en 4, het tweede semester. Dus het tweede halfjaar van jaar 3. Heb je een keuze. Je kan of een stage gaan doen, halfjaar stage. Of je kan een minor gaan doen. Um, en dit is echt super breed. Want nogmaals, een stage mag je zelf kiezen waar je stage loopt. Dus dat kan echt overal zijn. Je mag volgens mij ook in het buitenland stage lopen. Er moet je wel heel veel regelen, dus let erop. Maar het is een optie, heel erg leuk. En in je minor kan je ook uit heel veel dingen kiezen. Want de HVA biedt heel veel verschillende minors, dus dat is wel echt leuk. Maar het is ook mogelijk om je minor in het buitenland te doen. Dus dat is ook heel erg gaaf. En daar ben ik momenteel mee bezig. Uh, Dit is eigenlijk de eerste keer dat ik het uh, op mijn social media vertel. Maar ik ben momenteel bezig om te regelen dat ik in mijn tweede jaar naar het buitenland kan. En ik vertel niet te veel daarover, want wie weet, het kan ook dat het niet doorgaat. Zeker in deze periode is het heel erg moeilijk en echt heel veel geregeld. Maar het is een optie en ik raad het iedereen aan. Ik denk dat het super vet en leerzaam is. Uh, als het doorgaat, dan komt natuurlijk genoeg content en informatie daar op mijn kanaal. Dus ben je benieuwd naar. Moet je nog een halfjaartje wachten. Maar misschien zit ik dan in het buitenland aan het studeren. Uh, heel erg gaaf. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe jaar 3 eruit ziet. En dan gaan we even snel door naar jaar 4. Jaar 4 heb je namelijk weer het eerste semester. Dus het eerste halfjaar. Dus blok 1 en 2. Daar doe je wat je in het de derde niet gedaan hebt. Dus in het de derde ga je of je minor of stage en je vierde doe je dan het andere. Dus je gaat of je stage of je minor ga je in het vierde jaar doen. Uh, mijn keuze is dus om in jaar drie minor. En in jaar vier begin mijn stage te gaan doen. Um, dus dan heb je een half jaar stage na vijf maanden. Ja, vijf maanden stage. En daarna is het tijd om te gaan afstuderen. Oh my god. En dan ben je bezig met uh, je eindassessment en alles daarvoor. Nu ben ik daar natuurlijk niet mee bezig. Dus daar kan ik niet heel veel over vertellen. Maar ja, het andere half jaar ben je bezig met uh, afstuderen. Dus dat is even kort alle vakken en informatie over uh, de studie Creative Business op de HVA. Jaar 1, 2, 3 en 4. En jongens, dat was eigenlijk alles wat ik wilde vertellen. Ik heb echt al zoveel gepraat. Oh my god, ik weet niet hoe lang deze video wordt. Maar ik hoop dat alles een beetje duidelijk is. Ik ben super blij met mijn studie. En ik vind het ook heel erg leuk dat je dus... Uh, twee specialisaties hebt, dus dan kan je meer een richting op kiezen wat je zelf gewoon leuk vindt. Je kan uh, met de vakken heb je heel veel vaak eigen inspraak over niet de tentamens, maar bijvoorbeeld een portfolio, dat je zelf een onderwerp of een invalshoek of een opdrachtgever mag zoeken um, en dat je dat kan uitwerken. Dus dat is gewoon heel erg leuk. Daarna je stages en je uh, minor mag je gewoon zelf kiezen. Dat is ook heel erg leuk. Dus eigenlijk kan je heel erg zelf je studie samenstellen. Ik ben ook benieuwd naar iedereen die interesse heeft in deze studie. Dat jullie nog eens een beetje aan het kijken zijn. Uh, heb je nog vragen hierover? Ik heb natuurlijk eerste en tweede jaar meegemaakt. Ik ben momenteel bezig met het derde jaar. Dus ik heb redelijk veel informatie hierover. Dus heb je nog vragen? Wees niet bang. Stel ze gewoon in de comments. En ik ga ze zo goed mogelijk beantwoorden voor jullie. Nou jongens, dat gezegd te hebben. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik hoop vooral dat jullie iets gehad hebben aan deze video. Dan zou ik zeggen, volg me ook nog even op social media, Instagram, TikTok, alles. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie hopelijk snel weer. Doeg!